thema zelfbeschadiging bij de mensen liep. Het begon bij mij op de middelbare school. Ik ging tegen het einde van de school aan en dan zou ik over moeten naar een nieuwe school. En dat vond ik heel spannend. Want dan was het in één keer andere mensen. Die gaan anders reageren. Andere mate van zelfstandigheid wordt er verwacht. Want ja, nu kreeg ik gewoon dan en dan een huiswerk en je moet een deel af hebben. En daar was het gewoon, nee, we hebben dit onderwerp. Je moet je lessen van tevoren voorbereiden, zodat we dieper op de stof in kunnen gaan. Dus dan was dat al spannend. Dan was ik ook bezig met, wat moet je dan voorbereiden? Hoeveel moet je er dan vanaf weten? Wanneer is het genoeg? Inderdaad, andere mensen, hoe reageer je daarop? Een andere weg om te fietsen. En daardoor eerder opstaan. Meer tijd kwijt. Je moet veel meer verslagen schrijven in plaats van standaard stommetjes maken, vragen beantwoorden. Ja, alles zou anders worden. Er werd ook veel meer, want je wordt opgeleid voor een beroep. Dus in plaats van dat je gewoon een leerling mag zijn en een beetje moet doen wat de leraar zegt, moet je naar beroepskracht worden. Die ontwikkeling moet je gaan doen. Wanneer ben je professioneel en wanneer niet? Dat vond ik heel spannend. Al het vertrouwen zou wegvallen. Ik denk, ja, ik wil wel door. Ik wil, ja, dood was dan voor mij de andere optie. Maar ik denk, dat wil ik niet. Maar ik weet niet hoe ik door moet. En toen ging ik naar de wc en toen stootte ik per ongeluk mijn elleboog aan de wasbak. En dan kreeg je zo'n telefoontje dat dan zo helemaal doortrekt. En dat deed echt keizeer. Het was auw en een beetje vloeken. Maar toen merkte ik ook van, wacht eens even. Ik voel me nu rustiger. Ik heb nu minder last van de stress. En dat was eigenlijk het stukje van, wacht eens even. Maar als ik pijn heb, dan heb ik minder last van die andere pijn en van die andere stress. Dus zo ben ik begonnen met mezelf pijn te doen. Ook wat meer in verdiepten op internet, want dan wil ik ook weten, het is wel heel raar. Hè? Dat doe je, je gaat jezelf toch niet allemaal slaan en overal tegenaan stoten. Dus toen ben ik op internet ook wat gaan kijken van, ja, de enige zijn lijkt me toch ook sterk. Dus toen kwam ik er dan tegen dat de automutilatie heet, of zelfbeschadiging. En dat meer mensen doen, maar dat de meest voorkomende manier snijden is. Dus ik heb ook ooit thuis gestaan met een mes van, nou, kijk of dat werkt. Nou, ik heb mijn eigen uiteindelijk kunnen snijden, maar dat past niet helemaal bij mij. Dus dat is altijd het eerste. Dat vond ik ook altijd leuk. Als je dan tegen mensen kijkt van, nou, ik doe aan zelfbeschadiging. Het eerste wat ze doen is heel je lichaam afspeuren. Om te kijken of ze littekens zien. Die heb ik dus geen. Maar ik vind dat altijd zo leuk. En dan gaan ze eerst armen. En dan gaan ze kijken naar de benen. En dan steeds verder. En dan zien ze gewoon echt denken. Maar als het daar niet is, waar kan het dan zijn? En dan kun je zien hoe creatief mensen zijn. Het aller creatiefste zijn de mensen, maar de meeste komen er nog niet op. En die gaan dan proberen achter je oren te kijken. Want dat is eigenlijk de beste plek. Ik ging vooral stoten, ja, mijn eigen echt in elkaar slaan. En dan tegen wasbakken aan, tegen punten van muren ging ik mijn eigen in elkaar slaan. Ja, ik noem het altijd kapstokken, maar volgens mij heet het officieel kleerhangers. En dan maar op een ribben slaan. Maar wel die houten, want die plastic, die breken heel te af. Die hebben niks aan, die zijn niet sterk genoeg. En ja, ik stond ook nooit in korfballen, dus ik stond 3 keer in de week met 10 meiden onder de douche. Dus ik kon ook gewoon mijn eigen littekens veroorloven. Dus ik had gemerkt op de plekken waar je botten dicht zijn oppervlakte van je huid zitten, dus met je scheenbenen, je armen en met je ribben, daar valt het veel minder op. Er wordt ook wel blauw, maar die zag je vooral als ze dan geel gingen wegtrekken. Maar omdat ik toch keer op keer, daar had geen tijd om te genezen. Ja, het werd erger. Gemiddeld gezien is het normaal om 3 tot 4 keer per week jezelf te beschadigen. Ik kwam op een gegeven moment op een punt, dus had ik 5-6 keer per dag. Omdat ik het gewoon anders niet door kon hebben. Maar toen kwamen er ook verschillende trauma's boven. Ik ben bijvoorbeeld op de basisschool zo ver doorgepest dat ik op een gegeven moment ben aangerand door 2 jongens. Terwijl de rest van de klas zo'n 30 man geïnteresseerd stond toe te kijken. En toen kwam dan nog bovenop heel die stress van school en alles anders. En alsof daar gewoon heel, weet je wel, de grond onder mijn voeten wegzakt. Dat was al met school. De grond die zakt gewoon onder je voeten weg. Je weet het niet. Alles is onbekend. Je weet niet waar je terechtkomt. Je weet helemaal niks. En ja, daar moet je dan mee om leren gaan. En ja, dus toen was het net van die 4-5 keer per week naar 5-6 keer per dag. Om de hele trauma en alles terug. En ja, er waren nog mensen van toen die ik nu nog dagelijks zag. Dat ik echt denk, ja, denken die daar ook nog aan? Zien die zich nog maar helemaal bloot voor zich iedere keer als ze me zien? Weet je, al die vragen. Dat ik denk, ja, dan maar pijn. Daar heb ik er even last van.
En toen ging het leven verder. Ik heb uiteindelijk wel hulp gezocht bij een psycholoog. Maar in eerste instantie al van tevoren. Dat ik al zeg, er komt een nieuwe school aan. Wat moet je zeggen? Hoe ga je een praatje aan? Ja, daar vond ik al toen al heel spannend. Dus daar had ik eigenlijk in eerste instantie hulp voor gezocht. En daar heb ik dus toen op een gegeven moment ook gezegd van ja, ik weet nu dat ik ben aangerand. Dus daar heb ik toen traumatherapie voor gehad. En toen had ik zoiets van ja, ik heb dit nu gewoon nodig. Ik wilde niet. Ik weet niet dat het niet goed is. Of ik weet dat het niet goed is. Maar ik heb dit nu nodig. Het is of niet kunnen leven omdat ik niet zou weten hoe. Of dit. Ja, dan maar dit. Want ik hoop dat het ooit nog beter gaat worden. Dus ik heb toen geaccepteerd van nou, dit is wat ik nu nodig heb. Het is niet ideaal, maar dat heeft wel rust gegeven. En toen dacht ik, ja, maar ik moet er ooit vanaf. Ik denk, nou, als school dan stopt en ik hoef niet meer naar school, dan krijg ik ook een heel ander patroon. Want de meeste momenten dat ik dat deed was op school om die stress te dempen. Want daar had ik er meer last van als thuis. Dus toen dacht ik, ja, dan heb ik een andere plaats waar ik ben. Andere manier van leven, ander dagritme. Ik denk, en als ik toen leerde ik van ja, hoe kan ik het meenemen in mijn dagritme? Toen dacht ik, een nieuw dagritme, dan ga ik het gewoon uitbannen. En toen is school gestopt en toen heb ik het eigenlijk ook niet meer gedaan. Ik heb nog 2 of 3 keer een terugval gehad. Maar voor de rest was het school stopte en ik ben daarmee gestopt. En achteraf gezien had dat eigenlijk veel eerder moeten doen. Oorzaak was stress. Alles wordt nieuw. Heel mijn leven zoals ik het nu ken valt weg. En ik weet niet wat ik daarmee aan moet. Dat was eigenlijk de oorzaak. En toen kwam daar dus bovenop het trauma van ik ben aangerand. Hoe moet ik daarmee omgaan? Wat is er gebeurd? Hoe? En ik zie er nog steeds een paar van die geen niet gedaan hebben. Maar wel mensen die hebben staan toekijken. Wat doet het met hen? Denken zij er nog ooit aan? Wat voor invloed heeft dat op mij? Wat voor invloed heeft dat op zij? Hoe zij met de anderen omgaan die mij kennen? Wij waren toen 9 jaar. Dus het was vooral pesten dat verder uit de hand liep. Maar we waren 9. We wisten nog amper wat seksualiteit was. We wisten nog niet wat aanranding was. Dus ze waren op dat moment ook niet bezig met mij echt iets aan doen. Het was gewoon, ja, we doen Johnny toch graag vernederen. We hebben nu een mooie aanleiding, een mooie situatie. En er waren dan 2 jongetjes. We zijn ook wel nieuwsgierig naar hoe het dan bij een meisje zit en voelt. En nu kunnen we daar gebruik van maken. Het was niet dat ze mij iets aan het echt bewust op die manier aan het aandoen waren. Dus ik heb het wat dat betreft degene die het deden ook wel vergeven. Van ja, het zijn kinderen en ze deden het niet bewust om. Ja, ze deden het wel bewust, maar niet het seksueel gedeelte zat er niet bewust bij. Ik denk, ik kan ze nu wel aanspreken, ik kan nu wel boos op ze geworden zijn. Maar één, zij kunnen niet terug in de tijd om het ongedaan maken. Zijn zij nu misschien heel andere personen als ze toen waren? Ze kunnen daar nu ook niks mee. Het kan hen ook alleen maar in de weg zitten. Terwijl ze nooit de intentie gehad hebben om mij zover, zeg maar, mee, weet ik veel waar naartoe te sleuren naar een heel slechte plek of zo. De mensen die de onderwerp zelf schade gaan kiezen. Het ligt er aan wat de achtergrond van die persoon is. Heel erg met wat voor vragen ze komen. Als je bijvoorbeeld een lerares hebt of een ouder die een kind heeft die zichzelf beschadigt. Dan krijg je vooral heel veel vragen als wat brengt iemand ertoe? Hoe kun je dat doen? En daarna ook een vraag van ja, maar hoe kan ik er iemand vanaf helpen? Als iemand het zelf doet, heb ik nog niet iemand gehad die zich er echt over uitsprak. Want zo heel veel heb ik daar nog niet mee gedaan. Dat heb ik wel ooit in groepen gedaan dat ik denk, volgens mij jij en volgens mij jij. Maar dan ga ik daar niet op dat moment op in. Ik denk, dat is iets dat wil je verborgen houden. Maar ik probeer ze wel handvaten mee te geven, begrip mee te geven. En te laten zien dat ze vooral niet alleen zijn. En dat het nog beter, het leven wordt beter. En dan hopen dat ze het uiteindelijk niet meer nodig hebben. Dat is waar ik het dan wel op richt. Maar dan is het denk ik ook gewoon vooral nodig van ja, je bent niet alleen en erkenning van het, je hebt het nu gewoon zwaar. En ook gewoon zien van ja, je houdt het verborgen, maar je hebt het gewoon pittig nu, je weet nu even niet hoe het moet. En die erkenning geven. Ja, het lastige is als je kijkt naar wat we hulp voor advies geven, als je kijkt naar wat de hulpverleners vaak zeggen, je hebt moeite met omgaan met je emoties, dus je moet een andere manier leren van omgaan met je emoties.
daar hebben ze eigenlijk ook gewoon helemaal gelijk in. Want als ik achteraf terugkijk, dan is het inderdaad ook, ik wist niet hoe ik met mijn angst en met mijn pijn en met alles om moest gaan. Dus ik deed dat maar om het te kunnen dragen. Maar op zo'n moment, als ik ook zelf terugdenk, als ik toen had geleerd om er op een andere manier mee om te gaan. En dan kun je bijvoorbeeld sporten, tekenen of schilderen, muziek luisteren. Ja, net wat bij iemand past, dat kan alle kanten in. Dan werkt dat niet voldoende. Ik zeg altijd, in praktijk is het zo, als ik 5 minuten mijn eigen pijn deed, dat gaf zoveel rust. Dan moet ik 3 dagen constant voor hardlopen of voor schilderen of voor wat dan ook. Maar dan denk ik, ja, je moet naar school, je moet eten, je moet slapen. Je kan niet 3 keer 24 uur achter elkaar constant. Dus in praktijk gezien, het idee is goed en het klopt ook wel, maar het is niet haalbaar. Dus ik zeg ook niet, ik ga nooit terug naar zelfbeschadiging. Ik hoop dat ik het niet meer nodig heb om mezelf te beschadigen. Maar als het zover komt, is dat een veel effectievere manier van overleven dan iets anders. Mensen vragen ook wel eens om advies. En dan meer mensen die het niet zelf doen, maar die er vanuit omgeving, vanuit werk of vanuit ouders of vrienden mee te maken hebben. En dan zeg ik meestal wat je vooral kan doen is er voor iemand zijn. Dat is heel belangrijk. Erkennen dat hij de pijn heeft, maar ik zeg vaak wat niet gebruikelijk is, ook accepteren dat het nu nodig is. Ik zeg altijd, het voelt alsof je een hele kleine ruimte binnen gaat, een wc bij wijze van spreken, maar dan zonder deuren, alleen maar muren, geen ramen, helemaal niks. En die muren die komen op je af en die blijven van alle kanten op je afkomen. En je denkt, ik verstik, ik word vermorzeld, ik ga daar dood, het gaat niet meer, help. En hulpverleners zeggen dan vaak, het is een tekort aan dat je op een andere manier met je emoties omgaat. Met boos zijn, met pijn. En dat kan bijvoorbeeld dan inderdaad dus door hardlopen, door tekenen, door muziek luisteren. Dat is voor iedereen anders wat past. En die zeggen, je moet gewoon andere kopingsvaardigheden, heet het. Die zeggen, je moet gewoon andere kopingsvaardigheden aanleren. En dan denk ik, ja, het klopt ook wel als ik achteraf terugkijk. Ik had ook gewoon niet de goede vaardigheden om ermee in te gaan. Maar als je in die kleine ruimte zit en die muren die komen op je af. En je gaat dan hardlopen of tekenen of wat dan ook. Dan denk ik, die muren blijven op je afkomen. Die angsten, die paniek. Die pijn die blijft, die gaat daar echt op dat moment niet meer door weg. Het enige wat je nodig hebt is dat die muren stilstaan. Als je jezelf pijn doet, dan staan die muren eventjes stil. Het geeft je even het gevoel van, oh, ik kan even weer ademen, even rusten. Ik kan weer eventjes mezelf zijn. En dan beginnen die muren weer te komen. En andere kopingsvaardigheden, die werken op het moment dat die muren stilstaan. Dan kun je een deur zoeken, dan kun je kijken of je uit je ruimte kan komen. Maar op dat moment moet eerst de druk van de situatie af. Waar het ook vandaan komt, wat voor pijn, angst, maakt niet uit wat je ook hebt. Die druk moet van de situatie af. En pas als er een beetje rust is, dan kan er gekeken worden naar een andere manier van ermee omgaan. En tot die tijd is het gewoon nodig dat iemand nog accepteert dat je zelf pijn op dat moment nodig is. Hoe erg het ook is, en het lijkt me ook verschrikkelijk om te zien, dat je kind of iemand die je kent zichzelf pijn moet doen, omdat die anders niet weet hoe die moet leven. Maar het is echt even nodig voor iemand verder kan. En op het moment dat je het iemand afpakt, ja, dan denkt hij helemaal, ik ga dood. En dan lijkt dat de enige uitweg nog, want die muren komen op je af, dat stopt niet. Dan lijkt de dood de enige uitweg nog, waardoor je eigenlijk wil helpen. Maar je maakt iemand een groter gevaar voor zichzelf dan wanneer je accepteert dat het nu eventjes nodig is. En als onder druk van de situatie eraf is, is het ook goed om inderdaad andere vaardigheden van andere manieren aan te leren. Ja. Want als je dan iemand weer terugkomt in een situatie, dan hoopt het niet nodig is dat hij het op een andere manier kan. Maar het kan ooit heel lang duren, want het gaat op een gegeven moment ook over inderdaad. Ik zei al, je neemt het mee in je dagritme. Het blijft een taalpatroon, waardoor het veel moeilijker is om er dan uiteindelijk ook weer af te komen. Ik ben er zelf van afgekomen. Dat lukt niet voor iedereen. Dan is het ook vaak inderdaad nodig om inderdaad hulp te hebben. Iemand die er voor je is, waar je het kwijt kan. Maar die het dan ook accepteert dat het nu nodig is. En die mee gaat kijken inderdaad, hoe kan de druk van de situatie af. En als dat gelukt is, dan is er ruimte om verder te kijken, om weer stappen te gaan maken.